ben Harry en ik ben archivaris op de VRT. Een archivaris bij de VRT zorgt ervoor dat alles wat de VRT uitzendt, het zij radio, tv of online, dat dat allemaal bewaard wordt en ook dat je het achteraf binnen 20, 30, 100 jaar, wie weet, ook nog kunt terugvinden. Specifiek binnen het archief hou ik mij hoofdzakelijk bezig met Studio Brussel. Ja, sorry collega's van Studio Brussel, maar ja, hoe geestiger dat jullie zijn, hoe leuker de job ook voor mij is. En daarvoor zit ik wel goed, want de mensen bij Stubru, het mag wel gezegd, daar zitten echt keigoede presentatoren, vind ik. Mensen die hun job super gedreven en gemotiveerd doen. Dus nee, ik word het niet gauw beu. Als kind was ik al ontzettend geboeid door de radio. Ik was altijd super vroeg wakker. Want ja, als je blind bent, heb je vaak ook zo, niet zo'n hele goede dag-nacht-perceptie. Dus ik zie het verschil, maar daar houdt het ook bij op. Dan sprong ik uit mijn bed en liep ik naar mijn ouders en dan sprong ik rond mijn ouders in bed. Want ik was klaar wakker en ik riep opstaan, opstaan. Ja, dat was het 4:15 ochtends. Die mensen wilden ook wel eens wat langer slapen. En dan hebben die mij gewoon een radio gegeven. En dan zeiden die, hier, zet jij maar je radio op als je 's ochtends wakker wordt. Podcast, het is veel meer radio dan muziek. Oreo, omdat het mijn hond is en omdat het een lekker koekje is. Absoluut ochtendmens. Ja, ik sta iedere morgen om 4:45 op om te komen werken. Ik vind dat totaal geen probleem. Piano stemmen, zonder twijfel. Met wie zou ik van job willen veranderen? Met een radiomaker, ongetwijfeld. Als ik dan toch iemand moet kiezen, met Lieve van den Houten. Ik denk dat ik die nog het allerliefste bezig hoor. En Katelijn en Boom hoor ik ook super graag bezig. De manier waarop ze vertellen, de manier waarop ze mensen interviewen en eigenlijk niet zo hard met zichzelf bezig zijn. Met zo iemand zou ik wel willen ruilen.